Meisjes, jongens, dames, heren. Het feest is er weer. We zijn allemaal weer trots hier in Uiendonk te mogen zijn. En samen met de Uitdelvers carnaval 2015 te mogen vieren. Als burgemeester vind ik het altijd een heel bijzonder weekend. Want al die zware verantwoordelijkheden waar ik het ganse jaar met het stadsbestuur onder gebukt ga, dat mag ik overdragen aan de nieuwe prins. En de nieuwe prins die heeft ook een heel bijzondere naam. Prins Koetje. Prins Koetje de Eerste. Maak voor u nog even een alaaf voor Prins Koetje de Eerste. Prins Koetje de Eerste. Bent u er klaar voor? Burgemeester, ik ben er helemaal klaar voor. U hebt er jaren op geprepareerd, voorbereid om deze zware verantwoordelijkheid van Uiendonk te midden van de Uitdelvers op uw schouders te nemen. Een koele wijn wordt hiermee geboren, burgemeester. Een koetje, zullen we zeggen. Prins Koetje de Eerste, mag u de sleutel van onze stad overhandigen? En kijk even naar de fotografen, anders zijn ze niet snel tevreden. Het altijd raak. De meisjes die zien mij niet staan, ik val niet in de smaak. Dus ben ik eens gaan denken, wat kan ik daaraan doen? En plotseling kreeg ik een visioen. Waar heb ik jou ook alweer eerder gezien? Was het in Meppel of in Arnhem misschien? Zeg, waar ken ik jou van? Toen zeg me het dan, waar ken ik jou van? Waar heb ik jou ook alweer eerder gezien? Ik geef haar dan een drankje, ik vraag haar om een dans. Je ziet haar al doordenken, waar ken ik hem toch van? Ik geef haar dan een glimlach, een smaal van oor tot oor. De hele kroeg die zingt dan in een koor. Waar heb ik jou ook alweer eerder gezien? Was het in Tilburg of in Drachten misschien? Zeg, waar ken ik jou van? Toen zeg me het dan. Zeg maar.